1945, net na de bevrijding. Het was niet dat meisjes niet in de verpleging wilden, maar dat ze daarna in het buitenland wilden gaan werken. En dat terwijl de ziekenhuizen hier ze zo nodig hadden. Ziekenhuizen plaatsen advertenties in kranten, in damesbladen, de Margriet en de Libelle. Die bladen worden niet alleen in Nederland gelezen, maar ook in Suriname. Een paar honderd jonge Surinaamse vrouwen naar het verre Holland. Avontuur. Al heel lang wordt er gesproken over een tekort aan verpleegsters. De verontrusting hierover is de laatste tijd opnieuw in de aandacht gekomen. En we hebben voor u een van de vele ziekenhuizen uitgezocht waar dit tekort bestaat. Het is het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Hoewel er hier nog altijd een 750 verpleegsters werken, is dat toch niet voldoende voor een ziekenhuis van deze omvang. Het is niet minder dan een ramp dat er te weinig verpleegsters zijn. We hadden niet zo ontzettend veel keus toen in Suriname. Hè? Je ging of in het onderwijs, of je ging in verpleging, of je ging verder studeren. Hè? En op een gegeven moment ben ik dus naar de Mulo-school, ben ik naar de kweekschool gegaan. Maar daar had ik eigenlijk niet zoveel belangstelling voor. Nou, ik was eigenlijk een beetje ontevreden over de dingen wat ik moest doen. Onder andere, ik moest naar de kweekschool en ik wilde niet naar de kweekschool. Omdat ik geen onderwijzeres wilde worden, maar verpleegster. Ik wilde altijd dan in de verpleging. Maar dat was niet zo geweldig bij ons, dus zei mijn vader, dan naar Nederland. Ik liep op straat en ik zag een kennis van mij. En toen zei ze van, je wilde toch in de verpleging? Ik zei, ja, dat wil ik. Toen zei ze, nou, ik heb gehoord dat er weer een boot weggaat met meisjes. Ik zei, wat? Waar? En ik ben gelijk doorgefietst naar de plaats waar ik me moest aanmelden. En toen vertrok de boot, hadden ze allemaal linten naar de mensen op de kade en met ons op de boot verbonden. En die ging langzaam door en dan braken die linten af. Dus dat was heel dramatisch. Pas toen ik op de boot was, toen realiseerde ik me, ik dacht, God, wat heb ik nou gedaan? En ik keek om me heen en ik had een beneden hut, dus beneden deks. Ik zag alleen maar water. Nou, en toen werd ik zo misselijk, want ik kon niet meer naar huis. En 1 februari kwam ik aan. Dus het was grauw en alles was grauw. De mensen die waren allemaal in donker gekleed, grijs en zwart, iedereen, hè. Ja, ik vond de huizen vrij saai. Helemaal donker en de rode bakstenen en overal van die schoorstenen. En ik vertelde wel eens, hier in Suriname hadden we een aantal bakkerijen waar echt brood gebakken werd. En dat waren de enige gebouwen met een schoorsteen. Ah, dus toen ik daar aankwam, dacht ik, nou, hebben ze zoveel bakkerijen. Al die schoorstenen. Ik kwam met die vrienden van mij, die woonden in een herenhuis. En ik kom aan van de, ik had de reis ondergaan, dus ik kom binnen. Ik zeg, goh, mag ik even douchen, hè? Je bent moe en vies voel je van alles. Nou, ze is goed. En toen ging ze naar de keuken. En Ali ging naar de keuken en die riep mij. Die zei, ja, je kan je hier wassen. Had ze een klein tijltje. En dan moest ik mij in wassen. Hou alsjeblieft op. Dat was een groot probleem voor ons. In Suriname, de gemiddelde, nou, laat me zeggen, de gemiddelde Surinamer gaat minstens 2 keer per dag onder de douche. En dan kom je daar en dan is het geen douche. Ze zei, nou, we hebben geen douche, maar morgen gaan we wel met je naar het badhuis. En de badhuisstraat lag precies achter de tomatenstraat waar zij woonden. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Ik kwam in Maasoord op de vooropleiding. En Maasoord, dat is een zwaar psychiatrische inrichting.
En ik had nooit patiënten gezien. Zoveel witte mensen had ik ook nog nooit gezien. En die dan ook niet normaal waren. Nou, dat was voor mij echt een shock, hoor. Ik dacht, jee, wat heb ik nou gedaan? Ik was bezig om de zaal te werken en ik was fruit aan het schoonmaken. En ik had een flinke jaap in mijn vinger. En mijn vrouw die viel bijna het bed uit, want ik had rood bloed. En dat vond ze heel vreemd. Wat ben jij zwart? Ik zei, ja, wat ben jij wit? En toen zei mijn vrouw, ik zat nog in de vooropleiding, hoor. Ze zei, maar je kan wel goed Nederlands praten. Ik zei, ja, dat heb ik geleerd op school. Waar ben je op school? En dan wek je hun belangstelling ook. Ik gaf altijd als voorbeeld, je loopt een jaar, liep je rond in Rotterdam om een Surinamer tegen te komen. Het was maar een voorbeeld om aan te geven hoe weinig gekleurde mensen daar eigenlijk waren. Maar woorden als discriminatie en zo, nee, heb ik eigenlijk niet ervaren. Weet u, Surinamers zijn vrij opgewekt, hè? En je ging eigenlijk een beetje zingend door die zaal heen. En je deed je werk met veel plezier. We zijn eigenlijk heel liefdevol. De meisjes uit de West werden eigenlijk een beetje op handen gedragen. Mm-hmm. Dat is van die kookbananen, hè? Die moet je dan gaan slijzen. En dan ga je bakken. En ik heb hierin heb ik dan groene bananen. En rijpe bananen, dat hoort bij dat gerecht. Kijk, dan moet je dan koken. Rabarber en dat soort zaken. Oh god, ik rissel nu al. Of die witte vis met botersaus. Hoe heet die vis? Of witte, helemaal wit, enge witte vis met botersaus. En dan kwamen ze de verpleegkundigen uit de Westen tegemoet. En dan kregen we de rijst bij. Zo zacht gekookt. Dat je er nu, krijgt, nu nog kippenvel. Ik kreeg het ook niet weg. Ik viel alsmaar af. Eerst dacht men dat het kwam door heimwee. Dat was het ook deels, maar vooral omdat ik slecht at. En als je dan aan het eind van de maand, dan kreeg je loonzakje. Maar die krijg je niet zomaar. Je moest eerst op de weegschaal. En als je afgevallen was, kreeg je dat bruine zakje. Met je salaris kreeg je niet. Moest je eerst gaan bijeten. En na anderhalve week, twee weken, zat ze daar weer en moest je weer op de weegschaal. En als je was aangekomen, nou, dan kreeg je salaris. Heeft u ooit spijt gehad van uw beslissing om naar Nederland te gaan? Nee, ik heb heel veel in Nederland geleerd en gezien. En hele mooie mensen om mij heen. Hele mooie vriendschappen. Dus ik ben dankbaar voor alles wat ik nou hier heb. Niet in Suriname blijven, want dat was wat ik kende, hoor. Ik wilde niet het leven wat mijn ouders hadden en wat ik ook zag bij andere Surinaamse gezinnen, dat wilde ik niet. Ik ben heel blij met mijn leven, hoe het gegaan is en in Nederland, fantastische tijd. En ik heb er geen dag spijt van dat ik teruggekeerd ben naar Suriname. Wil je meer? Abonneer.